De tot slaafgemaakten en tot koeliegemaakten in Suriname werden onder één kam geschoren. Dit haalde historicus Rajinder Bhagwanbali gisteravond aan tijdens een boekpresentatie van de tot koeliegemaakten in het Lalaroek-gebouw. Hij gaf aan dat kort na de afschaffing van de slavernij en de introductie van het contractarbeid, de Hindustanen en de ex-tot slaafgemaakten dezelfde mentale onderdrukking moesten doorstaan. Bhagwanbali benadrukte dat zij constant moesten aanhoren dat zij minderwaardig waren. Tot slaafgemaakten en tot koeliegemaakten werden onder dezelfde kam geschoren. Koelies en negers waren vieze mensen, ze waren net iets meer dan een dier. En ze moesten altijd gehoorzamen opkijken naar de witte planters. De witte planters vertelden de koelies ook: jullie stinken. Koelies, jullie stinken. In een rapport staat dat je de koelies op 3 meter afstand moet houden, want ze stinken verschrikkelijk. Dames en heren, de planters zeiden ook tegen de koelies, de tot koelie gemaakt, hè? Jullie hebben barbaarse zeden en gewoonten. Jullie cultuur, dat is barbaars. En daarom moest alles vernietigd worden. Dames en heren, zoals bij de tot slaafgemaakten, zo hebben de planters alles van de Hindustan proberen te vernietigen. Bhagwanbali benadrukt dat tijdens de periode van contractarbeid de planter heeft geprobeerd om alles van de Hindustanen te vernietigen. Hij is de mening toegedaan dat hen het ook goed gelukt is om alles te vernietigen van deze bevolkingsgroep. Laat u eerlijk zijn. Onze voorouders hadden hun eigen taal. Spreken wij die taal van onze voorouders? Nou, wij spreken een lingua franca, een sanami. Deze taal wordt nergens op de wereld gebruikt. Er zijn misschien herkenbare zinnen, woorden. Maar dit is wat onze voorouders hadden vernietigd. Een ander is, bijvoorbeeld, Hindustanen tot koeliegemaakten, Hindus hadden recht op 32 hoogtijdagen, religieuze dagen, 32, moslim 16. Wees eerlijk, zijn zoveel Hindustanen hier. Hoeveel van die 32 religieuze dagen kennen wij nog? Noem maar op, Holi, Diwali, nog een paar. Wat is de rest? Historicus Bhagwanbali vindt dat de cultuur van de tot koelie gemaakte systematisch is vernietigd door de planters destijds. Hij is sterk de mening toegedaan dat er niet gesproken kan worden van contractarbeiders. Ze hadden slechts een contract op papier. Echter, in werkelijkheid waren zij tot slaafgemaakten.